Ik ben blij dat ik in ieder geval mijn energie kwijt kan. Hij moet tegenwoordig de parkeerplaats oversteken om zijn energie kwijt te kunnen. Aan de andere kant van Sportpark de Toekomst houdt Goudelje zijn conditie op peil bij Jong Ajax. De groep is goed, de trainingen zijn goed, de oefeningen zijn goed. Ik ben blij. Begin november geeft Goudelje bij Peter Bos aan het niet meer op te kunnen brengen om wisselspeler te zijn en wordt uit de selectie gezet. Ik begrijp dat er op een gegeven moment gesprekken zijn geweest over of jij nog kon terugkeren. Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, daar wil ik het nu niet over hebben het liefst. Dat is achter me en we zullen zien hoe het na de winterstop eruit gaat zien. Peter Bos wilde hem dus nog wel aanhoren. Bij de fans had Goudelje maar weinig krediet. Met name op sociale media krijgt hij het er van langs. Er zijn natuurlijk ook wel aardig wat fans die zich hebben uitgelaten over jouw positie. Wat vind je daarvan? Dat zal altijd zo zijn. Je zal niemand bij geen één club alle fans achter je krijgen. Ja. Ik bedoel, ik denk dat de meerderheid mij steunt en het liefst ook graag terug ziet in Ajax 1. De reacties op jouw Instagram waren af en toe niet mild tegenover jou. Lees je dat ook? Nee, ja, eerlijk gezegd krijg ik niet veel mee. Tuurlijk lees je af en toe het nieuws en hoor je van bepaalde reacties. Maar ik zit daar niet mee. Ik bedoel, ik denk als ik ernaar zou kijken, dan zou ik er alleen maar om lachen, omdat het vaak ook onserieuze dingen zijn. Opmerkelijk is dat Nemanja gisteren deze foto op Instagram plaatste. Wellicht een poging wat krediet terug te winnen.